Hier tussen Zetten, Andelst en Dodewaard moeten ze komen. 7 tot 10 windturbines. De initiatiefnemers ervan hebben zich verenigd in een coöperatie. Op die manier kwamen ook deze windturbines tot stand die langs de A15 staan. Maar zoals wel vaker gaat zoiets niet zomaar. Het bewonersplatform is kritisch en vreesde dat ze niet meer welkom zouden zijn bij het overleg met gemeente en coöperatie. Dat blijkt nu niet waar te zijn, ze mogen wel meepraten. Met de definitieve beslissing over het windpark is gewacht tot de installatie van een nieuwe gemeenteraad.